Nou hebben wij al het een en ander meegemaakt bij RTV Krimpermaat, maar waar we nu in verzeild geraakt zijn, ik zou het nog niet weten. We zullen erachter komen, want we hebben hier een aantal vragen voor Diane van Gijzen, want die weet er meer van. Diane, wat zie je eruit? Ja, dankjewel. Ja, het is vanavond Halloween in Lammerstol en dat zijn we 4 jaar geleden gestart eigenlijk als een soort grapje, Ilona Reuvers en ik. En we hadden zoiets van ja, Halloween moet toch wel een beetje gaan leven. We zijn begonnen met 50 kinderen. En vanavond, ja, hoeveel kinderen het gaan worden weten we niet. Maar dat het er veel zijn, weten we sowieso. Het hele dorp doet mee. Er zijn diverse activiteiten in het dorp. En van een horrorcafé, een horrorslager. Op het kerkplein staat een doolhof. De Adams Family. Er zijn een stel gevangenen ontsnapt. Die lopen door het dorp heen. En die zijn op zoek naar slachtoffers. Dus ja, het kan niet op vanavond en het is gewoon het 4e jaar, maar het is geweldig. Zoals alle inwoners van Lammerstol inderdaad ook meedoen. Dan komt er nog wat bij en dat is moeder natuur met haar harde wind. Ja, die pech hebben we dan eventjes. Er staan veel tenten, dus we hopen dat moeder natuur vanavond ons een klein handje gaat helpen. En dat ze de wind laat liggen vanavond, dat is natuurlijk wat het allerbelangrijkste eigenlijk. Oké, fijn. Succes. Dank je. Hier heeft het oude tolhuis gestaan 700 jaar geleden. En dat is inmiddels afgebroken, maar Kees de veerman die de mensen overzet naar de overkant, komt eens per jaar, tenminste zijn geest, komt eens per jaar naar Lammerstol terug. En dat is precies met Halloween. Dan komt hij mensen halen en die worden nooit meer teruggevonden. Dus jullie hebben het verhaal gehoord van de veerman? Ja, en ik hoef geen aardrijkskunde meer, nee. Nee? Nou, je mag hier uit deze bak, mag je toch... Ja, want je moet als die straks komt, want hij komt elk jaar met Halloween, moet je tol betalen. Hebben jullie allemaal een muntje, jongens? Ja? Is dat nog Kees Veerman? Nou, hij zou nog... Gaan jullie maar eens onder de slagboom door. Oké. En kijk goed. Kijk goed. Kijk goed naar de lek. Kom maar verder. Yeah.
zijn. Wij vallen hier van de ene verbazing in de andere. Amersfoort staat werkelijk op zijn kop op deze prachtige zaterdagavond. En we zijn hier aangeland bij de Adams Family. Een prachtig gezelschap in een willekeurige straat in Amersfoort. Dames, hoe gaat het zo? Goed. Ik ben net even de roos aan het snoeien. Nou, we hebben er al een hoop gevangen vanavond. Oh ja. Ja. Wat denk je aan het eind van de avond? Lekker slapen of? Nee, dan gaan we wel feestmaal, hè? Ja. Oh.
We hebben een lekker soepie. Ja. Ik volg de gouden ster, dus doe maar wat ik zeg. Weg, Lieselbeck, Lieselbeck, Lieselbeck. Wat is het s'nachts toch griezelig, zo duister en zo stil. Hoor je daar iets ritselen, hoor je daar een gil? Of is het maar de wind? Nou, we hebben Amersfoort verkend met z'n allen en we hebben van alles gezien. En we kunnen alleen maar zeggen van wat hebben de mensen er hier in Amersfoort een hele partij werk van gemaakt. Grandioos. En we staan hier naast een hele hoop verkleden en welke opoe staat hier? Ik ben de opperheks. De opperheks gewoon. Ja. En hoe heb je het zo meegemaakt vandaag? Ja, leuk, leuk, leuk. En ik heb echt een lollysoep, kijk maar, echt een lollysoep gemaakt. Ja, ja, wow. Ja, geweldig. En jongens, wat vonden jullie ervan? Leuk! Oké, dit was Amersfoort.